Een hele goede middag. Het is bijna 1:30. Ik heb vanochtend. Oh, trouwens, welkom bij een nieuwe Ups and Down. Helemaal vergeten. Pff. Maar goed, ik heb vanochtend alle kinderen naar school gebracht. Daarna ben ik naar fysio gegaan. Toen ben ik naar een vriendin toe gegaan. En daar kom ik net van terug. Ik heb een paar boodschapjes gehaald voor morgen. Niels morgen werken. En dan heb ik wel een aantal dingetjes nodig. Straks halen we friet. En waarom? Omdat we gewoon ook weer weg moeten daarna. Mijn tante is jarig vandaag. Mijn neefje was afgelopen week jarig. En in maart waren mijn oom en nichtje jarig. En dat vieren ze vandaag. Dus dat. Ik heb een speknek op dit moment van de fysio. Dus ik ga daar ook even douchen. En ik heb even lunch gehaald. En dit is wrap, club, kip en spek. Dus die ga ik even eten. Zag er lekker uit in ieder geval. Inmiddels zijn we alweer thuis. Hij heeft van opa en oma heeft hij dit gekregen. Dit is zo'n vervanging voor verzwaarde deken. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Dit is een... Kom hier. Voetjes erin. Voetjes erin. Dit is een Ozi Sleep. En dat geeft druk op zijn lichaam. En dat kan regulerend werken. En oma hoorde dat. En toen zei oma al gelijk van, nou, dan krijgt hij dat van mij. Want ja, het is ook niet zo dat ze, hoe moet ik uitleggen. Mijn moeder geeft liever iets waar ze iets aan hebben. Dus mijn moeder doet altijd het bedrag bewaren, zeg maar, totdat ik iets heb van, hey, dit heeft hij nodig. Dat doen ze met al mijn kinderen. En hij gebruikte dit op zijn schooltje. Dus hij is er helemaal blij mee. Jordi is met Niels even weg. Jordi is bloedprikken voor zijn schildklier. Hij ligt er echt super lekker in. Dus voor hem is het gewoon echt een uitkomst. Goedemorgen! Ah ja, ja, ja. Gisteravond heb ik niet veel meer gefilmd. Want we waren bij mijn oom en tante. Daar film ik niet. De cadeautjes vielen wel allemaal in de smaak. Ze vonden het allemaal heel erg leuk. Ze waren er heel blij mee. En nu is het tijd voor fruit te eten. Ik ga heel eventjes luiers verschonen van twee jongste leden van de Bambitsbende. Daarna is Jordi aan de beurt. En krijgt die fruit. Maar ja, we waren gisteravond al later thuis. De jongens hadden ook in de auto wat geslapen op de heenweg. Dus ja. Hè. Maar goed, ik ga heel eventjes kinderen een luier doen. Dat. Ik heb grote sok uitgewassen. Ja, ik noem het sok. Een grote sok. Zeemermin ding sok. In ieder geval, die heb ik uitgewassen. En hij ligt er alweer in. Hij zag het ding en hij dacht, oeh, daar ga ik even in. Dus dat. Hij ligt er lekker in. Nu ga ik lekker Jordi even fruit geven. We gaan eventjes lunchen. Ik heb voor Jordi worstenbroodje. Voor Sammy worstenbroodje. En voor Liam poffertjes. En voor mij en Niels ook een eitje bakken. Oké, mensen. Ik ga jullie even op voorhand zeggen. We gaan aspergesoep maken. Maar ik weet de helft niet eens meer van wat ik had gefilmd. Ik heb het net wel een stukje geëdit. Maar ik ga het gewoon in die zin zoveel mogelijk ongeëdit laten zien. We gaan aspergesoep maken. Ik ben hier de asperges aan het schillen.
Deze aspergesoep is trouwens geïnspireerd op basis van wat mijn oma altijd deed. Het vuil van de asperge doe je in een apart pannetje. Het is echt serieus. Dit is het witte goud en dat is oprecht zo. Dat is het lekkerste stukje van de asperge. Onthoud dat heel goed. Nou, andere asperges wat je geschild hebt, zeg maar wat schoon is, dat doe je in weer een ander pannetje en dat kook je even apart. Zoals je ziet, asperges schoonmaken is niet heel moeilijk. Sommige mensen durven het ook gewoon niet. Ik snap het op zich wel, want het is vrij taaie schil wat er omheen zit. En je moet het wel echt goed schoongemaakt hebben, want anders is hij gewoon niet te pruimen. In ieder geval, zo doe ik dit dus voor de aspergesoep. Tada! En dan zie je het vel van het aspergesoep gebeuren. Heb ik even goed afgespoeld, daarna in dit pannetje laten zitten en water opgezet. En dat gaat aan op het vuur. Dan heb je hier het gedeelte wat in de soep komt te zitten. Je moet natuurlijk bij een gebonden aspergesoep, want dat had ik nog niet verteld, moet je een roux maken. Ja, en vraag me niet hoeveel roux. Dat weet ik niet. Ik doe altijd maar wat. Mijn oma deed ook altijd maar wat. En dat heb ik van mijn oma. Ja, ik heb wel de koksopleiding gedaan, maar nee. Ik doe het nog steeds zoals mijn oma het doet. En ondertussen ben ik aan het kletsen. Volgens mij tegen Niels. Hier ben ik ook aan het gedeelte wat in de soep blijft zitten van de asperges wat ik aan het koken ben. Ben ik ook bouillon aan het maken. Dat doe ik door middel van kippenbouillon en groentebouillon. Dat is ongeveer half-half. Want dat vind ik zelf lekkerder qua smaak. Ik weet niet of mijn oma dat zo deed, maar dat doe ik in ieder geval. Dat ga je eventjes wel wat zouter maken, want er komt nog meer vocht bij. Dus hij mag iets zouter gemaakt worden, zodat jij in ieder geval, je doet er nog wat vocht bij, dus hij wordt al minder zout, zeg maar. Dat. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ben op dit moment verkouden, mijn neus zit vol, mijn kop zit dicht. Dus dat. Ondertussen heel veel handen wassen. Dat roer je even door. En dan pak je je garde. Want je gaat de roux maken. Dus je bent de boter al aan het smelten. Zorg dat je boter niet verbrandt. Want dat is niet goed voor deze witte bouillon. Witte gebonden bouillon. Ja, je ziet het hier. Vraag me echt niet de hoeveelheden. Want ik weet dat echt niet. Hè. Wat heb ik allemaal gefilmd, joh. Ik blijf maar roeren. Ja, een roux is wel heel veel roeren, hoor. Dat is echt zo. Ja. Volgens mij vond ik hier dat er nog wat... Ja, zie je? Bloem bij mocht. Ja. En dan denk je, ja, dat kan. Ja, nee, dat is gewoon zo. Dit is gewoon op het oog. Dit is op gevoel. Als je dit dan zanderig hebt qua structuur, dan ga je dadelijk de bouillon toevoegen. En de bouillon toevoegen, dat is waar je echt, zeg maar, de bouillonblokjes in hebt gestopt. En dat is in de aspergestukjes die je gebruikt voor de hele soep. Dus die langwerpige stukjes, niet het vel. Dat is gewoon aan het koken voor smaak. Het vocht daarvan ga je alleen maar gebruiken. Maar zo zie je maar. Hè? Tada! En we beginnen. In het begin lijkt het echt oprecht. Oh, wat ben ik hier aan het doen? Trust the process. Ik kan het niet anders filmen op dat moment. Maar trust the process. Echt, hoe meer water je toevoegt. Hij is gebonden. Maar het wordt steeds lekkerder en lekkerder. Ik zweer het. Ik vraag mij ook af en toe af hoe dat ik dit zo lekker krijg. Maar hey, het lukt me nog elke keer. Het is nog nooit mislukt. En gewoon het vuur laag houden. Je bouillon is al kokend. Je roux is warm. Dus dan kan het eigenlijk al bijna niet mislukken. Dan gaat de kookroom bij. In dit geval was dat Blue Band. Maar het kan ook van de Albert Heijn zijn. Of weet ik veel waar. Dit is wat ik nog in huis had. Dus ik dacht, nou ja, dan pakken we die maar. Is het nodig? Nee, het is meer een optie. Het is meer een lekkerdere optie om een roomiger te maken. En deed mijn oma dat? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik doe het wel. Het is ook geïnspireerd op mijn oma. Hè. Het is niet het volledige recept van mijn oma. Want mijn oma die kookte veel en veel lekkerder. Ja, dat is gewoon zo. Nou, ondertussen ben ik nog wat vocht aan het pakken om hem nog wat natter te maken. Zodat het een mooie structuur is, want daarna ga je hem in de pan weer terugstoppen en dan ga je hem fuseren. Dan ga je zorgen dat alles bij elkaar zit. En dat ga je nu zien. Tada! Een hele mooie
ja, bouillon eigenlijk al. Hij is hier al wel, nog wel wat dikker, maar er gaat nog vocht bij komen. Dus dat mag. Dat is helemaal niet erg. Wat ben ik hier aan het doen? Ik heb geen idee. Maar hier zet ik in ieder geval de camera uit. Tada! Oh ja, ik ging een omelet maken. Weten jullie wat een omelet is? Een omelet zijn eigenlijk geklutste eieren gebakken. Dat is het eigenlijk. Ga je het roeren, dan heb je roerei / crumbled eggs. Maar ja, een omelet is eigenlijk gewoon niks anders dan eieren geklutst en dat als een pannenkoek gebakken. Dat is het eigenlijk. Weten jullie eigenlijk hoe je een omelet maakt? Ja, in ieder geval, mocht je dat willen weten, laat het weten. Het is niet heel moeilijk. Het is geen rocket science. Maar er gaan wel wat eieren in, want ik maak van, volgens mij 6 of 8 eieren, maak ik 1 omelet. En ja, die moet je ook even klutsen, zoals je ziet. Hoppakee, tada. Is een heel handig ding trouwens, bij de IKEA gekocht. Ik zou niet weten hoe duur, maar die is van de IKEA. En die is heel handig met zulke dingen klutsen. Ja. Wat er ook in gaat is ham. Ik heb geen idee wat voor ham. Achterham, weet ik veel. Hier zeg ik tegen Liam dat hij niet daar mag staan, omdat dat gevaarlijk is, want ik ben daar met vuur bezig. Snapt hij niet altijd. Maar hè, ik laat hem ook niet voelen, dus ik stuur hem altijd weg. Nou, gewoon in stukjes snijden. Het is huis, tuin en keuken gebeuren. Hè? Ja, dit is niet op de koksopleiding of in een restaurant of wat dan ook. Hoeft niet netjes. Ja, ik heb daar gewoon op dat moment heel even dikke vet schijt aan. En de enige die dit eten zijn Niels, ik en mijn opa. En mijn opa die vindt het allemaal al prima. Het maakt hem niks uit. Oh, ik ben echt verkouden. En even proeven natuurlijk. En je ziet Niels langskomen en Sam staan. Maar goed, hè? Wat ga ik hier doen? Eens even kijken. Oh ja, ik weet al wat ik ga doen. Ja, dat. Het vocht gebruiken van het afval, zeg maar, dat. Om de soep alleen maar meer en lekkerder te laten smaken. Hoppakee, tada. En ik zweer het je echt, dit is moeite waard. Ook al eet je gewoon asperges, gebruik dat vocht daarvan. Maak daar een simpel soepje van. Lekker, echt lekker. Is echt een aanrader. Ondertussen roeren. En zorgen dat alles goed uitgedruppeld is. Want het is niet voor niks de white gold. Het is echt wit goud. Zo lekker. Ja, je moet er ook wel weer van houden hoor. Dat is ook wel weer zo. Maar dan ziet het er zo uit. Een mooi gebonden wit soepie. Ja, een aanrader. Echt een aanrader. Met asperges. Tada, hoppakee. Maar het is echt een lekker soepie. Dan heb je die omelet gebakken. Want dat heb ik hier niet laten zien. Want ik dacht, ja, iedereen kan wel een omelet bakken. Maar ik bedenk me nu ineens, ja, misschien weet niet iedereen dat. Dat is dus een omelet. Tada! En officieel hoor je hem dan weer dicht te vouwen. En niet zoveel eieren te gebruiken. Maar ja, dit is geen officiële omelet natuurlijk, hè. Dat snapt iedereen wel. En wat zo lekker is aan deze omelet, er zitten luchtgaatjes in. En daar gaat die soep dan lekker in zitten. Waardoor je een soort sponsachtig iets krijgt. Oh, lekker man! Dat is echt lekker. Dit is wel echt een must in die soep. Deed mijn oma ook altijd. En gewoon lekker grof snijden. Ondertussen mijn handen weer even afspoelen. Iets wat ik heel veel doe als ik in de keuken sta. Even gauw afspoelen. Maar goed, hier ben ik weer met soep bezig. En ik zou niet weten wat ik nou ga doen. Oh, ja. De soep kookte. En daar ging ik natuurlijk die ham bij pleuren. Ham, ham. Lekker, lekker. Je kan het ook volgens mij wel met kipfilet doen, hoor. Hier zie je ook de ei erin staan. En dat is eigenlijk hoe de soep eruit hoort te zien. Zoals ik hem ken. En ik laat het nog heel eventjes zien met een soeplepel. Wat de consistentie is, et cetera. Is wel heel belangrijk. Hij is mooi gebonden. En lekker vol. En ja, nu gaan we even horen hoe dat Niels hem vindt. Ik weet al hoe die smaakt. Maar ik ben benieuwd wat Niels ervan vindt. Want Niels houdt hier ook altijd van, toch? Mm-hmm. Aspergesoep. Lekker. Ja? Smaakt hij naar asperges? Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee, smaakt naar tomaten. Natuurlijk.
Maar serieus. Yay! Nou, serieus. Ja, is lekker. Mooi. En het smaakt naar asperges super. Mooi. Dan gaan we lekker even genieten. We hebben hier gepoetst en gedaan. Kindjes liggen op bed. Ga ik hier nou weer zitten? Nee, dat hoeft niet. Ik geef mijn nagels doen, want dat is nodig. En ja, voor de rest gaan we niet zoveel bijzonders doen. Ik heb mijn haar opgedaan, ook maar voor de helft. Ik heb mijn pyjama al aan, gewoon lekker niks. Goedemorgen, wij gaan lekker ontbijten. Kaching. Ik ga nu kleren voor de kinderen pakken. Ik heb dit aan. Net niet op de rotzooi. Ik heb het bed van Liam afgehaald. Voor de mensen die me al langer kennen. Deze komt van de HEMA. En deze ook. Dus ik ga vandaag zo door het leven. Ik heb een groene dag. Maar ja, nu moet ik nog even voor de kinderen doen. Allebei is van de HEMA. Trouwens, het hemdje is ook van de HEMA. Maar goed, ik ga even kleren pakken voor de kinderen. En dan gaan we met z'n allen lekker naar de winkel. Nou ja, lekker. Ja, gewoon naar de winkel. Ik heb boodschappen gedaan. We zijn er weer terug. Het is altijd wel een onderneming om met de kinderen boodschappen te doen. Maar ik heb al mijn spullen sowieso tot woensdag, donderdag, zoiets. Mijn prioriteit vandaag ligt bij de waswassen. Het is niet zozeer dat ik daarmee achterloop. Maar ik heb wel veel was. Ik denk nog... Even kijken, één... 3 wasjes hierna nog. Dus, en opgevouwen en alles hebben. De bedden verschoond hebben, dat zijn mijn prioriteiten. En gewoon beneden met de kinderen zijn. Het is ook niet vuil boven. Ik heb mijn douche heb ik van de week nog helemaal schoongemaakt. Dus ja, dat. Hier stof ligt er ook bijna niet. Dus. Ik vind het helemaal prima. Een keer niet doen en het volgende week ergens doen, kan ook gewoon. Soms heb je wel eens van die dagen dat ook qua eten maken gewoon niks lukt. Kijk, jullie denken altijd wel dat bij mij niks mislukt, maar ook bij mij mislukt wel eens wat. Ik zal het jullie even laten zien. Verbrand. Er zijn maar 2 broodjes niet verbrand. Maar goed, hè? Het is zoals het is. Ook bij mij gaat het wel eens niet goed. Maar ik ga toch mijn broodje hamburger maken. Ook die van Niels. Oh, de kindjes liggen al op bed. Maar goed, Niels die zit nu inmiddels al te eten, want ik heb zijn broodje al gemaakt. Maar mijn broodje ga ik nu filmen. Dit is hoe ik op dit moment mijn broodje gewoon het lekkerste vind met broodje hamburger. Broodje, zo'n hamburgerbroodje. En daar gaat op de bovenkant wat mosterd. Dat smeer je uit. Je mag ook best wel wat meer mosterd doen hoor. Het is voor iedereen anders qua smaak natuurlijk. En ja jongens, ik heb ook al mijn pyjama aan. Ik heb Sam en Liam even gedoucht. Ik douche straks zelf wel. Dan pakken we ketchup. Oké, ik ben wel een zeikert. Ik moet wel echt de Heinz ketchup hebben. Als jij daar niet dat probleem hebt, dan moet je dat ook gewoon niet doen. Je doet een flinke dot ketchup erop. Het is ook wel een familiedingetje hoor, want mijn oom die was vroeger ook al van de ketchup en alles met tomaat. Ja, ik ben daar een beetje op gegroeid, dus ja, dat is een beetje nostalgisch dingetje denk ik zo. Mijn neefje en nichtje zijn ook ketchup en tomatensoepfreaks, dus dat. Hamburger erop, ik kan het ook niet anders filmen op dit moment. Mijn keuken staat vol. Je doet op de hamburger nog een beetje ketchup. Dan pak je wat ui. Gewoon gesneden ui. Doe je erop. Te veel is natuurlijk niet goed. Maar hey,
Kan gewoon. Augurk. Dit is gewoon waar ik op dit moment blij van word. En gelukkig van word. Dan ziet het er zo uit. Dan pleur je het kappie zo erop, bovenop. En dan ga je het opeten. Smakelijk eten. Een goedemorgen. Ik ben gisteren de vlog af. Ik ben vergeten gisteren de vlog af te sluiten. Jordi is niet lekker geworden. En daarom ben ik het vergeten. Maar bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.